Goedenavond, kijkers, luisteraars. Woensdagavond, 20:30. Tijd voor een nieuwe aflevering van Drinkthee met René. Of koffie, of iets anders. Waar gaan we het over hebben vanavond? Ik ga dat even laten zien. Ja. Eigenlijk hierover, hè. Het geheim van cellulaire energie met dan de onderliggende vraag. Weet je dat gezondheid begint in je cellen? Maar eerst even checken of ik goed in beeld ben en of het geluid het een beetje doet. Vertrouwen is goed, controle is beter, zeggen ze dan. Hè? Ik ben in ieder geval in beeld. Nou, dat komt weer goed door. Dat is heel prettig. Ja, tijd voor een nieuwe aflevering. Weet je dat gezondheid begint in je cellen? Het geheim van een gezond leven, dat is eigenlijk helemaal geen geheim. Ontdek hoe het vergroten van onze gezondheid op een grote manier klein begint. En dat begint direct bij onze cellen. Nou, alles wat we doen, van 's ochtends op de snoesknop drukken, doe ik trouwens niet, want ik zet helemaal geen wekker, tot 's avonds onze ogen sluiten en zelfs tijdens het slapen, dat kost energie. Nou, het omvat elke ademhaling en stap die we nemen, elke glimlach, knipper, slok of gedachte. Ons lichaam en onze organen zijn energieverslindende machines. Dus ik neem een slokje, kost weer energie. Ding optillen kost energie. Kijken daarna kost energie. Nou ja, goed, zo kun je doorgaan. Maar de energie naar en tussen je cellen laten stromen, dat is niet alleen belangrijk voor het voeden van alles wat je lichaam gedurende de dag doet. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat we ons op ons best blijven voelen naarmate we ouder worden. Het produceren van cellulaire energie is een complex proces. Het hoeft echter niet ingewikkeld te zijn om te begrijpen hoe het werkt en wat je kan doen om de kracht ervan in jouw eigen leven te benutten. Ga ik je uitleggen. Drinkthee met René is de naam van mijn online rubriek waarin ik één keer per week op social media onderwerpen toelicht op het gebied van gezondheid, preventie, positiviteit. Nou, elke woensdag om 20:30 ben ik te zien via mijn tijdlijn op Facebook. En vanaf volgende week, ook op LinkedIn. Yes, vanaf 1 december ook op LinkedIn. Ik zal de slide weer even wat groter maken. Dan is het allemaal wat duidelijker. Nou, voordat ik verder ga, eerst even iets over mezelf. Ik ben René van der Schraven en ik help mensen om een positief en gezond leven te leiden, waardoor ze gelukkiger worden. Na mijn middelbare school heb ik 29 jaar bij Defensie gewerkt, totdat ik in 2006 met mijn business begon. Waarom ben ik met een eigen network marketing business gestart? Nou, ik was in mijn baan niet meer happy. Ik zocht iets wat ik voor mezelf kon opbouwen, waarmee ik anderen zou kunnen helpen. Nadat ik mijn cv op internet had geplaatst, kreeg ik een uitnodiging om naar een mooie business te kijken. Ja, op het gebied van gezondheid. Preventieve gezondheid. Nou, ik heb die mogelijkheid goed bekeken en ik ben er snel mee aan de slag gegaan. Want ik zag daar veel positieve dingen in. Ik ben hiermee begonnen naast mijn baan. En dat kon ik heel gemakkelijk, want ik kreeg daarbij hulp van ervaren collega's. Ik was ondertussen weggegaan bij Defensie en ik was gaan lesgeven, zoals je ziet, met het Alberda College in Rotterdam. Het is werkelijk waar het meest waardevolle wat ik me kan bedenken om andere mensen te helpen naar een gelukkiger bestaan. Want je wordt er namelijk zelf ook gelukkiger door. En wat een verschil in positieve zin heeft dat gemaakt. Het geeft enorm veel rust om zelf te kunnen bepalen wanneer je werkt, waar je werkt en met wie je werkt. Mensen staan er vaak niet bij stil, maar de meeste van ons worden geleefd. In loondienst is er een werkgever die bepaalt wat er moet gebeuren en wanneer.
En zelfs nu veel mensen thuis werken, heeft die werkgever toch nog steeds een beetje invloed. Behoorlijk wat invloed. En ondernemers die zitten ook vaak vast aan strakke regels of openingstijden. Ze hebben personeel of andere hoge kosten. Nou ja, dat zorgt toch altijd weer voor een behoorlijke druk en stress in veel gevallen. Zeker in deze tijd. Nou, al dat soort zaken, dat heb ik niet. Dat heb ik achter me gelaten eigenlijk. En dat is werkelijk een enorme vrijheid. Ik gaf het net al even aan. Hè? Een snooze knop op mijn wekker, die zit er wel op, maar die gebruik ik niet. Want ik hoef mijn wekker niet te zetten. Ik sta op het moment dat ik wakker ben, uitgeslapen ben. En dat is de ene keer die tijd. En de andere keer is dat een keer een half uurtje later of wat dan ook. Ideaal. Nou, daarom ben ik steeds meer gericht op positiviteit. Naast de preventieve gezondheid, positiviteit. Maar positief denken en positief zijn helpt je om meer positieve dingen aan te trekken. Zo blijkt uit de praktijk. En dat is de law of attraction, oftewel de wet van aantrekking. Alles wat je zelf uitzendt, dat ontvang je ook weer. Terug naar het onderwerp, cellulaire signalering. Nou, hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is. Cellulaire energie begint met de kleine maar machtige mitochondriën. Ik heb daar in een andere aflevering van Drink Thee met René alles meer over verteld. De kleine motoren in elk van onze cellen. Motoren, ik noem het altijd batterijen. De kleine batterijen in elk van onze cellen. En mitochondriën, hier zien we er een mitochondrion, dat is het enkelvoud. En mitochondriën is dan het meervoud, mitochondrion. Dit ziet er ongeveer zo uit. Maar bedenk wel even, onze cellen zijn al heel klein. En in elke cel zitten wel enkele duizenden mitochondriën. Dat moet je je voorstellen. Dus dat zijn allemaal batterijtjes. Batterijtjes, motoren, hoe je het ook wil noemen. Maar die zorgen voor de energie. Dus een cel is al piepklein. Kunnen we niet met bloot oog zien zo. En in die cel zitten dus duizenden van die mitochondriën. Nou, mitochondriën zorgen ervoor dat de wielen van het leven draaien. Ja, hoe doen ze dat? Door de energie uit suiker en vet in jouw dieet om te zetten in moleculen die ATP worden genoemd. Cellen gebruiken vervolgens energiedragende ATP-moleculen om hun functies te voeden. Nou, wanneer ons lichaam gezonde mitochondriën produceert, in de hoeveelheden die onze cellen nodig hebben om hun werk te doen, krijgen we meer dan genoeg energie. Dat komt omdat de mitochondriën alles helpen ondersteunen. Van onze organen en gewrichten tot onze geest. Ze spelen een grote rol in ons spijsverteringsproces en ook bij onze concentratie en gemoedstoestand. Maar wanneer het ATP-niveau daalt, is er een stroomstoring in de cellen. En al die functies missen de energiebron die ze nodig hebben om ons op ons best te laten voelen. Dus het is belangrijk dat die mitochondriën goed gevoed worden. De sleutel is om cellen de voedingsstoffen te geven die ze nodig hebben, zodat ze hun ding kunnen doen. Die voedingsstoffen zijn er in vele vormen, net al even aangegeven, suikers en vetten. Maar om bij jouw cellen te komen, moeten de moleculen door een semi-permeabel, oftewel een half doorlatend, plasmamembraan gaan. En dat functioneert als een poort naar elke afzonderlijke cel met ramen en deuren die open gaan om voedingsstoffen binnen te laten. Je snapt wel dat niet elke voedingsstof zomaar naar elke cel kan. Naar elke mitochondrie, dat moet. Hè? Die moeten daar wel in terecht kunnen en thuis horen. Maar in plaats van al die nieuwe gevonden energie in één reactie te verbranden, gebruiken cellen oxidatieve reacties, waarbij elektronen van een molecuul naar een ander worden overgebracht. Nou, die reactie vindt plaats via een pad waarbij elektronen wat energie opvangen en langs het pad overbrengen. Aan het einde van de keten zijn de moleculen volledig geoxideerd, verroest, hè? Oxidatie is roest, en komen ze vrij als afvalstof in de vorm van koolstofdioxide. Nou, dat proces wordt cellulaire signalering genoemd en het werkt als een lopende band voor het leven zoals wij dat kennen. Even een slok.
verbetering van de celsignalering met nutrigenomics. Nou, helaas zorgt onze omgeving van het voedsel dat we eten tot de dagelijkse gifstoffen die we innemen ervoor dat onze cellen van binnenuit roesten en vergaan. Dus oxidatieve stress is in wezen als de opeenhoping van roest van een auto. Ik heb het vaak over oxidatieve stress, hè, want oxidatieve stress is de hoofdveroorzaker van veroudering. Dus als je oxidatieve stress kan verminderen, dan word je minder snel oud. Dus door slijtage door de jaren heen begint langzaam roest te verschijnen. Eerst een beetje hier, dan een beetje daar. En uiteindelijk is er op heel veel plaatsen van je auto is er roest. Als je er niks aan doet. Nou, je cellen werken dus op een vergelijkbare manier. Ja, onze lichamen hebben het vermogen om oxidanten en vrije radicalen te bestrijden. En ze hebben dat vermogen rechtstreeks in je DNA en meer specifiek in je genen gecodeerd. Nou, dat is waar nutrigenomics om de hoek komt kijken. Nutrigenomics is de wetenschap van hoe voedsel en voedingsstoffen de genexpressie beïnvloeden. En eten is namelijk meer dan calorieën en voeding. Sommigen zijn daar echt alleen maar mee bezig, hè? Calorieën en voeding. Nee, er zit veel meer achter. En dan blijkt dat als je bijvoorbeeld met nutrigenomics aan de slag gaat, dat andere zaken misschien wel eens sneller opgelost kunnen worden dan dat je denkt. Het fungeert ook als een programmeercode of een signaal voor onze cellen en een instructieset voor ons DNA. Wat nutrigenomics onderscheidt, is het idee dat ons lichaam is gecodeerd met instructies. Het is effectiever om de eigen mechanismen van ons lichaam te activeren, om de genen in het DNA te reguleren voor een optimale gezondheid, ten opzichte van het innemen van vitamine en antioxidanten, terwijl we hopen dat ze effectief zullen zijn op celniveau. Dat wil niet zeggen dat het slecht is om vitamine en antioxidanten in te nemen, maar als je zaken via nutrigenomics regelt, dan is dat veel effectiever. Dus dat is het fundamentele verschil tussen cellulaire activering en suppletie. Doe je aan activatie of doe je aan suppletie? Of een mix, hè? Dat kan ook. Nou, om cellulaire signalering te activeren, moeten we naar de paden gaan waar het voorkomt, de paden in je lichaam. Er zijn momenteel 3 trajecten. Even een kort overzicht. Er zijn momenteel 3 manieren waarop producten waarmee ik werk het genetische signaleringssysteem van ons lichaam activeren. De eerste is het NRF2 signaleringspad. Dat is het mechanisme dat we kunnen gebruiken om ons oxidatieve stressniveau te verlagen door het aantal interne antioxidanten te verhogen met 40%. In 30 dagen of maar liefst met 70% in 3 maanden. Nou, je lichaam maakt in dat geval dus zelf antioxidanten aan. En het is gebleken dat het veel effectiever is dan antioxidanten erin stoppen. Zelfs 1 miljoen keer effectiever. Het tweede is het NRF1 signaleringspad. Dat is het mechanisme dat onze mitochondriale productie, net over gehad, hè, mitochondriën, en verjonging ondersteunt, zodat we meer energie en metabolisme kunnen hebben voor de noodzakelijke functies die ons lichaam nodig heeft. We weten allemaal dat naarmate we ouder worden, we minder energie hebben. Als ik wel eens in de supermarkt loop, dan denk ik dat sommige mensen wel heel erg snel oud zijn. Want die zie je altijd op die karren hangen. En dan met die ellebogen die karren voortduwen. En denk, nou, begin eens even met rechtop. Als je een ziekte hebt is het wat anders, maar er zijn er ook bij. Die zijn gewoon ja, lui, lijkt het wel. Dus met NRF1 signaleringspad activeren krijg je meer energie. En het derde is het sirtuin activering via het NAD-pad. Dit is het mechanisme dat zich richt op de belangrijkste genen in de NAD-biosyntheseroute. Die verantwoordelijk zijn voor veel kritieke cellulaire functies. Er zijn dus 3 complexe paden, 3 krachtige producten.
We hebben drie paden, we hebben drie producten om die paden weer te activeren. Er is een reeks producten die gemaakt zijn om zich te richten op die drie verschillende routes die van invloed zijn op cellulaire signalering en onze gezondheidsspannen. Trouw aan de nutrigenomische wetenschap die eraan te grondslag ligt, werkt elk van deze producten direct op moleculair niveau om jouw cellen te helpen de materialen te produceren die ze nodig hebben om de processen te verbeteren waarmee ze al zijn gecodeerd. Dus het enige wat die producten doen is bepaalde zaken weer opnieuw activeren. Want die processen zijn dus al aanwezig in je DNA. Maar ze hebben even wat hulp nodig om weer een beetje wakker te worden. Daar zijn die producten nou juist zo goed voor. NRW Synergizer is ontworpen om de cellulaire prestaties te verbeteren door cellulaire energie te verhogen en daardoor cellulaire prestaties te verbeteren door middel van energiefunctie. Meer energie. NRF2 Synergizer werkt met het NRF2 eiwit om de effecten van oxidatieve stress te bestrijden door de bestaande schakelaars aan of uit te zetten, om te draaien die je beschermende en overlevingsgenen inschakelen. In de huidige tijd is dit ongelooflijk, het is altijd al belangrijk, maar zeker in deze tijd super belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Werkelijk waar, je overlevingsgenen weer inschakelen. Ik ga misschien een ander moment een keer uitleggen waarom, maar neem even van me aan dat het juist nu heel erg belangrijk is. Dit verbetert het vermogen van de cel om zich te verdedigen tegen schade die normaal aan de cel optreedt om een goede gezondheid te ondersteunen. NAD Synergizer activeert de productie van sirtuin om veel vitale functies uit te voeren, zoals beheersing van DNA-schade, het beheersen van epigenetische veranderingen, het ondersteunen van de mitochondriale functie, cellulaire communicatie en nog veel meer. Het resultaat? Ondersteuning voor een positieve stemming en motivatie, het stimuleren van mentale en fysieke energie, het handhaven van het cholesterolgehalte al binnen het gezonde bereik en het verbeteren van de mentale focus en concentratie. Hier is mijn thee. Hebben jullie ook een bakje hier of zo? Oh, ik maak hem op hoor. Synergie in beweging, het Tri-Synergizer effect. Engels, hè? Hoewel de producten afzonderlijk al een zeer goed resultaat geven, is er iets bijzonders aan de hand. Het blijkt dat er een samengesteld synergetisch effect is wanneer alle drie de routes samen worden aangepakt. Alle drie de paden samen worden aangepakt door de drie Synergizer producten tegelijk in te nemen. Deze Tri-Synergizer combinatie, waarvoor patent is aangevraagd, bestaat misschien maar uit drie producten, maar de effecten zijn veel, veel groter dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Tri-Synergizer activeert dus NRF2-genen, NRF1-genen en NAD-genen. Maar in plaats van in afzonderlijkheid te werken, werken ze volgens recente studies uiteindelijk samen om de genexpressie met tot wel 1792% te verhogen. Ik rond het altijd even af naar 1800, vind ik makkelijker. Maar 1800% beter werken. Dus, van het verminderen van oxidatieve stress, het ondersteunen van de mitochondriale functie, tot het signaleren van de juiste paden om de effecten van veroudering te bestrijden. De Tri-Synergizer brengt cellulaire gezondheid naar een niveau dat de wetenschap nog nooit eerder gezien heeft. Je cellen hebben alle energie nodig die ze kunnen krijgen voor het dagelijks leven en voor langdurige hulp. Nou, het goede nieuws is dat het geheim van die energie de afgelopen miljoen jaren al in de cellen zelf is voorgeprogrammeerd. Nou, met NRF1, NRF2 en NAD Synergizers heb je een veilige, effectieve manier om je cellen te helpen hun potentieel te benutten. Zodat je de effecten van veroudering kunt bestrijden en je mentale helderheid, focus, humeur en nog veel meer kunt verbeteren. Ik word 120.
Maar ik wil wel gezond 120 worden. En nog steeds kopje hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daar moet je wat voor doen. En ik doe dat dus met die producten. En als je exact wil weten welke producten dat zijn, moet je even met mij contact opnemen. Dan kan ik je perfect uitleggen hoe dat in elkaar zit en hoe die producten te verkrijgen zijn. Het geheim van cellulaire energie is ons meegegeven bij onze geboorte. Het zit gewoon in onze cellen. Naarmate we ouder worden, neemt die energie af door het verroesten van ons lichaam. Dat kunnen we voor een belangrijk deel tegengaan als we de NRF1, NRF2 en NAD signaleringsroutes helpen. We dienen de juiste voeding te geven, waardoor ze weer actiever worden. Nou, de beste manier is met het Tri-Synergizer systeem. Dat activeert NRF2-genen, NRF1-genen en NAD-genen. Hiermee bestrijd je de effecten van veroudering en je verbetert mentale helderheid, focus, humeur en nog veel meer. Nogmaals, ik word 120, maar ik wil gezond 120 worden. Daar moet je wat voor doen. Dat betekent, naast gezond leven, regelmatig sporten, goed op je voeding letten, afijn enzovoort, enzovoort, dat ik dus ook met die producten aan de slag ga. Want ik wil ook op latere leeftijd nog even een gezond kopje hebben. En ik zie te veel mensen die van alles gaan mankeren. En dat heeft te maken met het feit dat ze gedurende een langere periode ongezond hebben geleefd. Nou, daar heb je later spijt van. Want je gaat dan van alles mankeren. En dat is niet nodig. Ik heb het niet over ongelukken of wat dan ook. Hè. Maar je kan daar heel veel zelf aan doen. Ja, en dat kan onder andere met deze producten. Oké. Dat was het weer even voor vandaag. Als je meer adviezen wilt over gezond leven. Of over positiviteit. Reageer dan onder de video met yes. Of bericht mij gewoon in Messenger voor meer informatie. Je kunt op meerdere manieren met mij linken. In contact komen enzovoort enzovoort. Je gaat daarvoor naar mijn Linktree pagina www.renevandeschraaf.com. www.renevandeschraaf.com. Dan kom je op deze mooie blauwe pagina uit. En er staan allemaal linken. Een link naar mijn website, een link naar mijn YouTube kanaal, een link naar andere social media, enzovoort, enzovoort. Dus, je hebt het voor het kiezen. Ik kan je natuurlijk dan van harte aanbevelen om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. 1 keer per week ontvang je dan een e-mail met informatie op het gebied van gezondheid, preventie, positiviteit. Of één van die onderwerpen, dat ligt eraan. De ene keer zal het je wat meer aanspreken dan de andere keer. Maakt niet uit. Er zal altijd wel iets tussen zitten wat je wel aanspreekt. Dus die link is dan ook te vinden op die Linktree pagina. Om je aan te melden voor mijn nieuwsbrief. Dit was het weer voor deze aflevering van Drink Thee met René. Het onderwerp van volgende week maak ik binnenkort bekend. Vond je het interessant? Doe mij dan een plezier. En zet een positieve opmerking of een like onder de replay die zometeen online staat. En geef het ook door aan vrienden en bekenden die dit waarschijnlijk interessant vinden. Dus, volgende week een nieuwe aflevering van Drink Thee met René. Niet alleen op Facebook, maar ook op LinkedIn. En ik hoop dat ik daar ook wat meer kijkers krijg. Ik heb daar in ieder geval een iets groter publiek dan op Facebook. Dus wellicht zijn daar mensen bij die het ook erg interessant vinden. En is het aantal wat meer. Ik vond het weer leuk om te doen. Dankjewel voor de aandacht. Ik wens iedereen nog een fijne avond. En als je de replay een ander moment bekijkt. Dan een mooie ander moment van de week. Al mijn afleveringen zijn terug te kijken op mijn YouTube kanaal. Je gaat gewoon naar in YouTube naar renevandeschraaf.com. Nou, dan zie je vanzelf mijn foto erbij. Abonneer je op mijn kanaal. En dan kun je alle andere afleveringen kun je terugkijken. Want er zit altijd wel iets tussen wat je interessant vindt. Hartelijk dank voor de aandacht. Fijne avond nog. En graag tot de volgende keer. Ciao.